Down the Rabbit Hole staat voor de deur. Hoe zit het met het parkeerdebakel? Nou, volgens mij zijn er nog steeds wel minder, wat ik heb gehoord. Nou, omdat ze hier toch nog kunnen parkeren, hebben ze nog wel parkeerplaatsen vrij kunnen stellen. En verder in het nieuws vandaag. Straatintimidatie is nu officieel verboden. En nog steeds slaapplaatsen gezocht voor vierdaagse wandelaars. Komend weekend staat bij menig festivalbezoeker Down the Rabbit Hole op het programma. De eerste voorbereidingen zijn getroffen. In de wijde omgeving worden weilanden omgetoverd tot parkeerterreinen. Over een paar dagen staat het hier helemaal vol. Bij vakantiepark De Groene Heuvel zal komend weekend Down the Rabbit Hole plaatsvinden. Toch was de afgelopen dagen nogal wat ongeloof bij de festivalbezoekers. Down the Rabbit Hole liet zaterdag weten dat er door de vele regenval van de afgelopen tijd veel minder parkeerplaatsen zouden zijn. Festivalgangers parkeren normaal gesproken in de weilanden hier rondom het terrein, maar die zijn nu te drassig, aldus de organisatie. Daardoor zouden slechts 7500 van de 13.000 parkeerplaatsen maar beschikbaar zijn. Tot overmaat van een ramp had de organisatie eerder besloten om ook de Kiss & Ride te schrappen. Veel festivalgangers zagen daardoor de bui al hangen. Ze hadden wel een duur kaartje gekocht voor het festival, maar zaten ineens zonder manier om er te komen. Op sociale media kreeg de organisatie er dan ook flink van langs. De lijst verontwaardigde en woedende reacties was enorm. Het wordt ons onmogelijk gemaakt om het terrein überhaupt op te komen, schreef iemand onder het Instagram-bericht van Down the Rabbit Hole. Wat ongelooflijk slecht geregeld dit. Toch lijkt het nu met de regen mee te vallen en zal er gewoon een Kiss & Ride zijn en zelfs meerdere parkeerplekken. De organisatie heeft maandagavond namelijk meer kaarten kunnen verkopen voor de parkeerterreinen dan eerder gedacht. In weilanden in de hele omgeving staan dadelijk auto's. Zo ook op het terrein van veehouderij Hermans aan de Wezelse Dijk. Vanwege het weer zijn we pas sinds vorige week zijn we gevraagd voor het parkeren. Dat in één keer het weer helemaal omsloeg. En nou, zijn contact is eigenlijk wel goed gegaan met hen. En nou, omdat ze hier toch nog kunnen parkeren, hebben ze nog wel parkeerplaatsen vrij kunnen stellen. En bij anderen ook. Ook worden er extra maatregelen genomen om de drassigheid tegen te gaan, mocht het weer nog omslaan. Ja, bij de ingang van de wei, daar komen wel rijplaten te liggen en voor de rest blijft het gewoon gras. Komend weekend zal het er dus helemaal vol staan aan de Wezelse Dijk. Toch kijkt Hermans wel uit naar die drukke dagen. Ja, dat weet ik eigenlijk ook niet. Ik ben benieuwd, ik ga een beetje rondkijken, een beetje afkijken. Welke keer wel anders. Sinds deze week is straatintimidatie officieel strafbaar. Voorheen was het in enkele gemeenten al zo. Maar om de maatregel echt effect te laten hebben, moest het landelijk worden geregeld. En dat is ook nodig. 2 op de 3 jonge vrouwen heeft wel eens te maken met straatintimidatie. Bij jonge mannen ligt dat aantal op gemiddeld 1 op de 3. De helft van de jonge vrouwen is wel eens nagefloten. En achterna worden gelopen wordt als het meest bedreigend ervaren. Verschillende gemeentes in Nederland beginnen al met een proef met BOA's om ook daadwerkelijk het verbod op straatintimidatie te handhaven. Straatintimidatie valt vanaf 1 juli officieel onder verstoring van de openbare orde. Maar wat is straatintimidatie eigenlijk? Nageroepen worden, catcalls en zo. Uiteindelijk dat ze me lastig vallen ergens mee, om het zo maar te zeggen. Dat ik niet gewoon mezelf kan zijn. Dat je niet veilig voelt op straat. Dat je nageroepen wordt, mensen achter je aangaan. Dat je je bedreigd voelt als er een groep jongeren. Als je je lastig vallen, zeg maar, als je ergens bent en je dan gaan roepen bijvoorbeeld. Ja. Naroepen en zo, denk ik. Me niet veilig voelen op straat vooral. Niet gewoon kunnen doen wat ik wil, dat daar iets van gevonden wordt. En iets van gezegd wordt vooral ook. Float of zo, denk ik dan, door jongens. Zo, nou ja, ook voor de jongens, andersom. Ik geloof niet dat meiden niks doen namelijk. Het zal ook andersom gebeuren, dus ik denk dat het wel goed is. En in hoeverre dat dan andersom gebeurt en mannen ook te maken krijgen met straatintimidatie, is lastig vast te stellen. Er heerst nog steeds een stigma op mannen die zich geïntimideerd voelen. De gesproken mannen reageerden allemaal hetzelfde. Nee, ik heb nooit last gehad. Nee hoor. Nee, eigenlijk niet. En zeker niet in Nijmegen voel ik me altijd wel op mijn gemak. Ik heb er geen last van. Ik kan me voorstellen dat anderen het wel hebben, hè? En dat anderen het anders ervaren kwam wel naar boven. Onder vrouwen kwamen er andere reacties naar voren. Misschien na het uitgaan een keertje als er heel veel dronken mensen op straat waren, maar overdag nooit. Regelmatig wel dat mensen je naroepen of weet ik veel, een beetje naar je bewegen of zo. Het gebeurt wel, ja. Ze gaan fluiten of ze roepen van, hey, lekker ding, kom je eventjes mee, zulke dingen. Yeah. Ja, wie niet?
toch? Zeker, ja. Vooral 's avonds als het donker is en als ik alleen ben. Toen ik naar de Waal liep, zeg maar, toen riep er een man mij en die ging echt mij helemaal nafluiten. Een 53-jarige man uit Nijmegen is veroordeeld tot 24 maanden cel, waarvan 6 voorwaardelijk. Hij verkrachtte een zeer kwetsbare vrouw. De man sprak haar aan op station Nijmegen en ze kenden elkaar niet. Hij pakte de hand van de vrouw en nam haar mee naar zijn woning. Daar verkrachtte hij haar. De vrouw liet meerdere keren verbaal en non-verbaal weten dat ze dat niet wilde. Het slachtoffer heeft een laag IQ en is zeer kwetsbaar. Ze heeft het vermogen van een klein kind, aldus de rechtbank. Bij de straf houdt de rechtbank er rekening mee dat de man een uitgebreid strafblad heeft. Tot slot moet de man 10.000 euro smartengeld betalen aan het slachtoffer. Generaties Wiegenaren dansten, sjansten, trouwden en rouwden er. Maar binnenkort is het voorbij. Zaal Verploegen. De ploeg gaat na 93 jaar stoppen. Eigenaren Tony en Willy Verploegen kunnen binnen de familie geen opvolger vinden. Eind december trekken ze de deuren definitief achter zich dicht. De familie is van plan om het zalencomplex te laten slopen. Het is de bedoeling dat er op de plek op termijn woningen komen. Intern denkt de familie nog na over een manier voor de vele Wiegenaren om waardig afscheid te nemen van Zaal Verploegen. Mogelijk komt er in het najaar voor de allerlaatste keer een feest in de ploeg. Nog een paar weken en dan gaat de Nijmeegse Vierdaagse van start. Dat betekent direct een beddenstrijd voor de deelnemers aan het wandelfestijn. Vierdaagsebed.nl koppelt al jaren gastgezinnen aan Vierdaagse wandelaars en andersom. Inwoners van de regio Nijmegen stellen dan voor een tarief bedden beschikbaar. Zo ook Martin uit Winsen. Hij woont alleen, maar in de Vierdaagse week deelt hij zijn huis met militairen. Een stuk of 10 jonge Duitse militairen. De leukste anekdote is dat ik merkte dat ze de hele week een spaghetti met ketchup zouden gaan eten. Dus toen wil ik maar wat gezonde dingen voor ze gaan koken. Wortelsoep met de aanduiding Vierdaagse. En nou ja, de saus voor de bolognese is klaar, de rendang is klaar. Hier links is een slaapkamer met een stapelbed. Een stelletje heb en die hierin kunnen, dan zitten we nu al op 4 slaapplaatsen. De organisatie achter Vierdaagsebed.nl is blij met hem en zoekt meer gastgezinnen en deelnemers. Als je nu nog geen slaapplek hebt en je gaat de Vierdaagse wandelen, dan kun je je echt aanmelden. En als je in de omgeving van Nijmegen woont en je hebt een bed over, dan kun je je echt nog steeds aanmelden als gastgezin. En dan hopen we daarmee dat we jullie op een mooie manier kunnen matchen aan elkaar. Ze staan ongeveer midden in de nacht op. Een uur of 3:30 gaan ze richting Wetren. Brood krijgen ze bijna niet weg. En dan komt de unieke Nederlandse uitvinding, dat is de vla. Maar hier komen dus 10 pakken vla te staan. Vorig jaar hadden we 2 sukkels. Silvio die na 30 kilometer uitstapte. Matsen naar 37 kilometer. Ja, dit is het grootste bed. Dus hier slaapt Philip, de officier, met zijn vrouw. Elektrisch ook nog. Dus ze kunnen de hele Kamasutra afwerken als ze daar nog puff voor zouden hebben. Maar hetgeen ik ernstig betwijfel. Op de kalender is het al juli, maar buiten lijkt het wel maart. Ook vandaag was er weinig aan en morgen wordt het nog een beetje slechter. De temperatuur blijft dan steken op slechts 15 graden en een groot deel van de dag zal het regenen. Het betere nieuws is dat er daarna weer een voorzichtige stijgende lijn in het weerbeeld zit. De temperatuur gaat weer richting de 20 graden en het is vaker droog. En volgende week dan zijn zelfs de zomerse waarden weer terug. En tot zover het RN7 Regio Nieuws van dinsdag 2 juli. Kijk voor het laatste nieuws uit jouw buurt op rn7.nl of in de RN7 app. Morgen zijn we er uiteraard weer, dus graag tot dan.